Nou, dit is een van de botenvaartuigen die we hebben binnen de eenheid Oost-Nederland. Een vaste romp met opblaasbare tubes. Deze boot is dus uitgerust met een buitenboordmotor, een 300 pk. De combinatieboot heeft ook een bepaalde behoorlijke snelheid die wij moeten kunnen behalen. Dus onze afstanden zijn ook groter en dan moeten we dus ook op redelijk snelle tijd moeten we daar aanwezig kunnen zijn. We hebben ook aluminium consoleboten, afhankelijk van het vaarwater. En daarnaast hebben we ook nog een aantal onopvallende boten. Nou, deze boot is net als een politieauto voorzien van een aantal specifieke zaken. Allereerst, we hebben een hele grote tomtom-achtig iets, dat heet een plotter. Daar staan alle waterkaarten op. Die geeft ook aan wat onze snelheid is op GPS. Die geeft aan welke koers we varen, wat de diepte is, tijd en onze exacte locatie. Daarnaast hebben wij blauwe flitslampen, oranje flitslampen, gewone verlichting, een klakson. Het stuur, wat verstelbaar is, want we hebben schippers van verschillende lengte. Gas naar voren, naar achteren met trimmen. En de startknop. Op de wing zit het dodemanskoord, wat verplicht is om te dragen als je op een snelle motorboot gaat. Op het moment dat ik of overboord ga, of niet goed wordt, of ik val, hij gaat eruit en de motor gaat uit.